Dag Dylan, proficiat met je finale plaats voor Mr. Gay Vlaanderen 2015. Ik ga je nu even enkele vragen stellen. De eerste vraag is, welke dag zou je graag overdoen? De dag dat ik echt zeer zou graag overdoen is mijn eerste werkdag. Dat was de dag nadat ik mijn diploma heb behaald. Ik ben schoonheidsspecialist, dus mijn eerste werkdag was in de parfumerie Sint-Niklaas in de Paris Excel in de shopping. Ik had nul ervaring in parfumerie, enkel met verzorgingsproducten en zo. En de eerste dag moest ik invallen voor een meisje dat ziek was. En die dag was zo hectisch, zo stressvol. Maar dat was echt een dag dat ik nooit ga vergeten. En daardoor heb ik ook dan mijn passie gevonden voor parfum en de cosmetica en zo. Maar die dag echt nooit te vergeten was. Ik stond daar helemaal alleen. Ik moest gewoon mijn plan trekken. En zo heb ik echt al mijn basis gelegd. En daardoor ben ik ook veel meer zelfvertrouwen gekregen. Ben ik vlotter in omgang geworden met de mensen. Ben ik gewoon mezelf gebleven. En daardoor is dat echt wel een dag dat ik nog een keer zou willen overdoen. Omdat dat mij echt geholpen heeft in mijn verdere toekomst, dat ook belangrijk is. Dan heb ik een tweede vraag. Het is misschien een stoute vraag. Wat is jouw slechtste eigenschap? Mijn slechtste eigenschap is dat ik te precies ben. Sommigen kunnen zeggen van dat is een voordeel, maar mij heeft dat meer nadelen dan voordelen, omdat ik ben echt te precies. Ik kom niet graag te laat. Vroeger met mijn school, dat moest precies zijn, het moest perfect zijn. Ik ben gewoon ook te perfect. En dat is echt wel mijn slechtste eigenschap, want dat zeg ik soms tegen mijn... Ik doe mijn eigen soms miserie aan omdat ik te precies en te perfect wil zijn. En ik weet dat ik dat een beetje moet dimmen en zeggen van oké, het zal zo ook wel lopen. Maar ja, ik ben gewoon te perfect en allee, te precies. Wat zou je doen als u morgen de lotto zou winnen? Het eerste wat ik zou doen is voor mijn eigen een toekomst zekerstellen. Bijvoorbeeld een appartementje, een auto. Het tweede is een goed doel. Voor instellingen, voor mensen met beperking, met alle fysieke schenking doen. Ik zou een groot deel op mijn rekening zetten en voor mijn eigen toekomst veiligstellen, want ik mocht nooit jezelf vergeten. Maar ik zou ook voor anderen denken en kijken van wat kan ik doen, investeren in instellingen of iets zo, dat gaat opbrengen ook. Dat ik weet dat ze er iets mee gaan doen, dat veilig wordt gesteld en dat we zo verder kunnen gaan met een basis. Oké, en dan heb ik nog twee heel korte vraagjes voor jou. De eerste is bloemen of pralines? Bloemen. En waarom? Dat is vrij simpel. Pralines, ik lust in chocola. Dus bloemen en bloemen vind ik, dat brengt leven. Als ik dat thuis heb, bloemen, dat brengt leven. Dat is fleurig. Dat gaat het wat chrysanten, hebt rozen. Dat is voor hun gelegenheid. En dat is, ja, ik vind dat echt leven brengt met de kleuren en zo. Dus bloemen. En dan de tweede meer keuzevraag: links of rechts? Rechts. En waarom? Ik doe alles met rechts. Ik kan niet met links schrijven. Ik kan mijn vork moeilijk met mijn linkse hand houden. En met rechts schrijf ik ook. Dus dat is het hand dat ik echt alles mee doe. Dus alleen bij mijn sport, de fitness zie ik dat ook. Dat mijn rechts meer geëvolueerd is dan mijn links. Dus mijn rechtshand is mijn vaste vriend. Oké, bedankt Dylan. En nog eens proficiat met je finale plaats. Okay,